Hey, hier zijn de Sam voor even een journaal. En dan mezelf. Goedenavond allemaal. Dierbare dorstige. Ik ben zuster, kloosterzuster Clotilda. Van de orde. Van de blote zusters. Nee, van de zwarte zusters. Met de blote voeten in de botjes. Ja, dat is kloosterzuster ben geboren. Ja, dat zit bij ons al sinds generaties in de familie. Mijn grootmoeder zat al in klooster. Mijn ma zit nog altijd in klooster. En mijn pa, dat is een van de rappetisten van Westmalle. Pater Erectus. Mijn moeder had iets verteld dat mijn pa, Pater Erectus, een hele muzikale mens was. Nou, dat ging nooit vieren zijn in de kerkgoed. Zeg, dierbare ongelovigen, vliemond, toen heb ik het met gemaakt bij ons in het klooster. Toen hebben ze s'nachts bij ons ingebroken. En twee van die stroose inbrekers, zo van die schippendelers. Want die... Nee, geen schapenkwekers. Nee, die komen in een klooster. Die gaan op de moskee. Ja, en dan twee van die chipsenleerders. Die zijn door bij ons midden in de nacht in ons kamertje bellen gedrongen. En hebben met mij en mijn kamergenoten een schootje ontucht gepleegd. Riep mijn kamergenoten nog. Hier je verrecht door. Heer, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Zeg, heb stinkdikke pek, zuster. Want even mij. Heb ik ook nog op een schietgebedje gedaan. Zeg, moeder Maria, gij hebt in der tijd een kindje gekregen zonder te zondigen. Loop ik nu toch ook eens aan lekker zondigen zonder een kindje te krijgen? Ja, broeders en zusters. Moeder Overste. Zuster Salmonella. Ja, die kost toch niet meer lachen? Die was giftig dat die twee ratzakken in de slaapkamer gingen zitten houden. Stek dat in zo'n eigen fout. Had jij al slaapkamer die er maar neer moeten sloten. Ja, beste mensen. Moeder Salmonella. Dat lelijk wees. Die heeft haar naam echt niet gestolen. Meneer van Her kreeg we nog allemaal een sheet voor. Jongen was lastig. Vooruit zet ze. Gij allebei meekomen aan de zakkastratie. Nee, nog de sacristie. En dan krijgen we een donderbrek. Kuisheid, zegt ze. Kuisheid. Dat is jullie grootste schat. Houd daarom die schatkamer onder jullie rokken. Altijd goed
gestoten. Zeg dat kan gewoon zien. En ik doe nog mijn best. Maar voor die schatkamer, hij doet ze leven hier wel elke keer met een passende slitter weer. Bij ons in het klooster kent ze door die kuisheid ook twee medailles verdienen. Als er al 25 jaar klooster nog altijd maagd bent, krijgt ze een medaille van de Orde van het Zilveren Kruis. Best nog 50 jaar nog maagd, dan krijgt ze de Orde van het Gulden Vlies. Zuster Clotilda zit zo tegen mij. Ik heb jaren in de missie gezeten. Daar heb ze toch wel gek opgestoken, zeker van al die jaren missiewerk. Ik word eigenlijk meer die missionarissen die zo regelmatig gaan opstoken. En zo heb ik dan ook van hun de missionarishouding geleerd. Ja, mensen, echt waar. Maar ik heb ze vroeger op missie gesteerd. Naar die grote stad door in India. Allee, wie heet die stad nou alweer? Die grote stad. Blijft de holly geen schaamhaar hebben. Kaal kunt dat. Ja, en dan Calcutta. Heb ik jarenlang in het missing hospitaal gewerkt. De patiënt, neem ik tot meestal is bijgebleven. Dat was een oude Hollandse missionaris. Broeder Jopie. Ja, dat mens ook graag naar mijn eigen oog. Maar als hij af doet zijn huis getoepen, dan heb ik hem echt niks gezien. Op zijn sterfbed zei men nog tegen mij: zuster Clotilda, ik heb toch zo'n schrik. Ik ben toch zo bang dat het voor mij een lange, zware doodstrijd gaat werden. Zeg, bekend ze daarbij. Voor dit is nog in zo gemakkelijk. Die kost om mijn één oog toe te doen. Ik heb nog een vraag, zeg ik. Als ik kom te sterven, dan wil ik mijn hersenen afstaan aan de wetenschap. Ik zeg toch gewoon die blieben zien. Want ten eerste, Hollandse hersenen, die zijn sowieso al zeldzaam. En ten tweede, met alle klein beetjes zijn die content. Zuster Clotilda, ik heb nog één allerlaatste wens. Als het zover is, wil ik niet hier in Calcutta begraven worden, maar thuis in Holland. Zeg, dat is een zeer wijze beslissing, broeder Jopie. Is er toch al genoeg voeligheid in de grond? Ja, mensen, nu ben ik toch terug heel content dat ik weer in België ben. Nou, s'avonds in het klooster, kijken we gaan naar de film TC. Of waar we toe gaan we nou een keer naar Vimmelke, naar dat groot cinemacomplex in Hasselt. Allee, wie heet dat dan nu ook alweer? De Kilopenis. Nee, de Kinepolis.
En mijn dochter heeft er net over nog met gemaakt. Zitten wij dan allemaal samen in de donkere cinemazaal? Nog een schone natuurfilm te kijken? Zit er zo'n vieze voele vetzak langs me? Die boekswagen weet u op me? Ten hele kwispelen door is bloed. Ik doe denken op moeder Salmonella. Negeren, zegt ze. Negeren. Maar nou een keer, zeg ik, moeder Salmonella. De vieze vetzak, langs me. Dat zit al zeker 10 minuten. Even zijn kwispelen door te vegen en te strelen. Negeren, zegt ze. Ze geeft goed kallen. Denk het niet aan mijn hand vier. Thank you.
waren het voor elkaar. Wat zijn we dan? De pauzens en een postmobiel. De achternoot hier bischoppen en kardinalen. Met van die grote zwartmachtige zetels. En dan te bedenken dat onze grote baas 2000 jaar geleden begonnen is met 12 maanden poort en helemaal een oude neerzak. En zaterdag zijn we direct in de bus gestapt en weer vertrokken. Maar eerst zijn we nog even gaan shoppen. Oh, cadeautjes en souvenirs gaan kopen van bij ons in het klooster. Wat hebben we nog gekocht? Veerremmers weewater. Zo'n pokaal, reliquieën van Sint Viagra. Drie bananen doen ze vol reliquieën van Sint Condomius. En ikzelf, ik heb een schoon groot pastuur gekocht. Van de heilige vibratorius. We hebben allemaal achter in de bus geladen en vertrokken. Maar ja, wij, midden in de nacht, boven op die Alpen, god miljard. Rijdt een stomme buschauffeur zich dan in vast zieken in een eeuwige sneeuw. Moeder Salmonella, die hier altijd beginnen, die kostte fijn om je vernachten in zijn après-ski-hut. En ik ook garen. Ik moest met dat buschauffeur achterbleven in de bus om ons kostbare reliquieën te bewaken. Wie heeft dan mogen slopen? Vreet met dat buschauffeur of dat ik zou weigeren om met hem de liefde te bedrijven. Ik zeg, mijn goede vriend, dat heb ik nog nooit gedaan. Geweigerd. Hoe zeker zit jij nog, maagd? Zeg, nee, je hebt nog nooit geweigerd. Maar ja, dieren waren aanwezig. En nog mijn zuster moet roemen. En die 40 liter weewater langs me. En dat boven op de top van die Alpen. Dat is bekans half vijf als de grote baas. Dorst ik niks gescheiden. Dus ik die bezoet. Ik knoop mijn krijtje van boven los. Ik schaam met mijn twee handen door dat eeuwige sneeuw. En smeer de god mijn borsten met hem. En ik steek tegen de buschauffeur. En dat jong, dat is om mijn hevige gevoelens te bevrezen. Dan loop ik met een rokkenboer. Ik loop mijn flanellen onderdoekskets zakken. Ik schaar nog eens god door dat eeuwige sneeuw. En smeer dat god in en even mijn schatkamer. Voor alle zekerheid leg ik mijn groot inlegkruis bovenop. En ik zeg tegen dat chauffeurtje, zeg dat jong. Zeg, dit is om de lust van het vlees te bevriezen. Ik heb dat buschauffeur nog begeerd en dat vreemd met een paar knoster. Dat hij ook zijn boekzakje. Begint dat grondselijk wispelen door ons te draaien. Zeker waar is het ook voor de hete gevoelens te bevrezen? Nee, zeg. Als ik hier vooral zo de god en sneeuw aan doe, dan krijg ik er met een sneeuwketting op. Broeders en zusters, mijn preek
Dat is nou gedaan. En ik moet terug naar het klooster gaan. Maar mensen, profiteer van het leven. En maak plezier. En geniet af en toe van een lekker wijntje of een pintje beer. Daar, ik bol het hem af. Ik ga naar huis. Nog een hele plezierige avond. En allemaal veilig thuis. Hoi. Zuster Kloot Pilda, daar hebben ze weer prachtig gedaan. Het heeft die stierketting een hiel moeten gebreken. Een prachtige munt weer, Erik. Ik wens u veel succes in het carnaval te zien en een afmars van de kapel. En natuurlijk een applaus van de zaal.